Terwijl ik naar die prachtige regenboog zat te kijken, dacht ik er ineens aan dat Livingstone mij had uitgenodigd met hem op expeditie te gaan. Ziet u wel, die regenboog was heel speciaal, pa. Misschien toch wel, ja. Maar professor, wat heeft die uitnodiging nou te maken met die regenboog? Oh, dat is heel simpel. Die twee hebben veel met elkaar te maken. Jullie kennen toch de legende van de pot met goud bij de regenboog? Nee, nog nooit van gehoord. Oh, ach zo. Maar er bestaat zo'n legende. En die vertelt ook dat als je die pot goud daar weghaalt, dat alle kleuren dan verdwijnen uit deze wereld. Ja. Maar dat gelooft toch niemand, professor? Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, dacht ik ook dat het een grap was. Een grap? Jawel. En ook toen Livingstone mij vertelde dat zijn informatie heel betrouwbaar was, had ik toch nog helemaal geen zin om met hem mee te gaan. Jawel. Maar toen ik naar die... Toen? Aha, ja, toen ik naar die regenboog keek, kreeg ik het gevoel dat die legende toch wel eens waar zou kunnen zijn. Oh? U bent toch een geleerde, nietwaar? Jazeker. Hoe kan een geleerde nou zo'n belachelijk verhaal geloven? Nou ja, als die pot met goud echt bestaat, dan wil ik hem wel eens zien. U wilt iets dat onmogelijk is. Misschien heb jij wel gelijk. Maar dat betekent dus, Alfred, dat je niet met mij meegaat als ik je dat vraag. Hoe bedoelt u? Je gelooft toch niet in zo'n belachelijke legende? Nou ja, als die pot met goud echt bestaat, dan zou ik dat ook wel zelf willen zien. Je wilt dus iets zien dat niet bestaat. Misschien hebt u wel gelijk. Mag ik ook met jullie meegaan, professor? Maar natuurlijk, Henk. Ik wil ook wel graag mee, professor. Oh, mijn best. Dank u wel. Maar wat zit er eigenlijk in die pot, professor? Volgens de legende zit er een goudzand in die pot. Goudzand? Ja, dat is zand. Maar elke korrel heeft de vorm van een ster, heb ik gehoord. En het is echt goud. Ja. Oh. Hij is weer flauw gevallen. Maak je maar geen zorgen over hem. Hij heeft iets met dingen die glitteren. Het beeld van die pot met goud werd te veel voor hem, denk ik. Heb je ook geen zin om mee te gaan, Winnie? Waar naartoe? Waar gaan we naartoe, professor? Ah ja, wij gaan diep het binnenland in van het Arlon-continent. Zijn jullie echt van plan zoveel moeite te doen om iets te onderzoeken dat zo vaag is? Tuurlijk. Nou, ik niet hoor. Dat is echt belachelijk. Dat vind ik niet. Jullie zijn echt niet goed wijs. Niet goed wijs? Nou, dat is misschien niet zo aardig, dus laat ik het wat anders zeggen. Jullie met z'n vieren zijn net een stelletje kleine kinderen. Wij vliegen nu pal boven het Arlon-continent. Ik wist niet dat die jungle zo groot was. Dat vreemde ding is de vliegende molen van professor Paljas. Geen schokken alsjeblieft, Alfred. Ik ben professor Paljas niet. Is alles oké met iedereen? Ik geloof het wel, ja. Ik heb dit net zo eens gezien in een avonturenfilm. Nou, in de films die ik gezien heb, word je in dit soort scènes onmiddellijk door iets aangevallen. Ah.
Jullie moeten oppassen. Er zitten hier overal griezels en wilde beesten. No. Is het nog erg ver naar het meer, Dr. Livingstone? Yes, sir. Als we bij het meer zijn, hoeven we niet meer te lopen, hè? Nee, daar stappen wij in een kano. Het is een beetje vroeg om al moe te zijn. Ik heb ook nog nooit in een jungle gelopen. Oh. Ah. Oh. Bedankt, Alfred. Op expeditie gaan is zwaar werk, hè, pa? Dat kan je wel zeggen. Goud, glinster. Wat zeg je nou allemaal, Picky? Zou die pot met goud wel echt bestaan? Dr. Livingstone is ervan overtuigd dat die bestaat. Als die niet bestaat, is deze tocht het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ben je dan zo moe, Picky? Ik denk dat ik maar boven de bomen achter jullie aanvlieg. Ja, dat is een prima idee. Ik zie jullie straks wel weer. Dit voelt veel beter, zeg. Huh? Huh? Zeg, wie ben jij wel? Ik heet Picky. Waarom vlieg jij hier? Ik ben samen met die anderen. Samen met die anderen? Waar zijn die anderen dan? Die lopen in de jungle. Lopen in de jungle? Ongelooflijk, wat een vreemde vogels. Ik denk dat ik ook maar ga lopen. Oei, wat is